denk dat we ongeveer 5 jaar dit doen. Ja, het is de 7e expositie al. Je ziet vooral 2D werk, hè? Dus met acryl of olieverf of digitale collages of anderszins. En er zijn ook een paar sculpturen, die zijn ook hier aanwezig. Ja, catharsis, dat woord staat eigenlijk voor reiniging. Maar ik heb altijd vaak een soort van beeld om dat te verduidelijken. Dat is eigenlijk als je een heel groot meer en dat je dan op een gegeven moment langzaam het water inloopt. En dan ga je zo ver dat je op een gegeven moment helemaal kopje onder bent. Ja, daar kom je jezelf tegen. En dan van daaruit, ja, op een gegeven moment wil je toch weer naar boven. Er is wel iets in ons mensen die daar wel weer uit wil, uit die benauwenis. Maar uiteindelijk kom je weer boven en dan kun je weer ademen, letterlijk en figuurlijk. Die expositie gaat dan ook over die worsteling, van dat je op een gegeven moment van... Ja, denk je, kopje onder raakt, waardoor je het gevoel hebt van waar is het licht. Ja, we hebben net al een beetje hier op de achtergrond dit werk gezien, maar ik wil je eigenlijk gewoon meenemen. Dat is van Paul Hobé. En als je op deze afstand kijkt, dan lijkt dus dat gezicht helemaal donker, zelfs afwezig, dat je helemaal geen gezicht ziet. Dat is dus heel bijzonder, want op afstand ziet het gezicht niet. En als je heel langzaam komt en je kijkt, dan zie je dat gelaat. En dat ook een beetje naar je wil toekijken of weer langs je heen kijkt. Ja, dit is weer werk van Hiska Lomans. Ze wil niet alleen stilstaan bij dat catharsis moment dat je dus helemaal onder water zit. Waar je geen licht doorheen sijpelt, waar je denkt van... ja. Ik ben helemaal alleen, een soort van in die schreeuw helemaal alleen. Tijdens de expositiedagen is er bijna altijd een van de kunstenaars, wat ik net opnoemde, die is dan ook aanwezig. Dus dat is fantastisch, want dan kunnen bezoekers uit eerste hand horen van hoe zo'n kunstwerk gemaakt is. Wat trouwens die kunstenaar heeft bezield om dat te maken. Welke worsteling. En dat is natuurlijk gewoon wel... Het is altijd mooi en fantastisch om iemand, voor wie dat werk is, om dan gewoon die lijf te ontmoeten en erover te hebben.